Beste vrienden, welkom bij Dovel TV. Ik heb goed nieuws. Ik kan deze receiver, de nieuwste Denon AVRX 2800 HDAB, aankondigen. Wat ga ik erover vertellen? De prijs. Adviesprijs kost deze AV-receiver €999. U kan onze netto-prijs raadplegen op onze website. Ik heb hieronder in de beschrijving, onder de video, een link geplaatst. En die verwijst rechtstreeks naar onze webpagina waar u onze nettoprijs kan bekijken van deze nieuwe AV-receiver. Wat biedt deze nieuwe AVRX 2800 HDAB allemaal? DAB, dat is inderdaad Digital Audio Broadcasting. Dus u kan radio beluisteren met digitale kwaliteit. Als ook nog FM. En dat gebeurt allemaal met dit los antennetje. Dat is erbij geleverd. En dat plugt u achteraan hier op de connector waar dat antenne op staat voor de DAB en de FM. Later in de video, in de volgende fragmenten, toon ik u alle details van alle aansluitingen waar u op connectoren kan plaatsen. Voilà. Voor de ene mens is dat koppijn als je al die aansluitingen ziet, maar hier valt nog mee op dit model. En voor sommige mensen, de home cinema fanaten, is dat een, ja, dat is een hobby, dat is mooi om naar te kijken, dat is plezant. Ja, zo werkt het nu eenmaal. Ik ben blij, want we hebben er even op moeten wachten op dit model. Het vorige model, de 2700, was een van de meest verkochte bij Denon. En dat zal niet anders zijn bij dit model, de 2800 serie. Hij biedt 7x150 watt piekwaarde. En dat moet je, we gaan dat vertalen naar RMS of continu 8 ohm. En dan betekent dat een 95 watt per kanaal. En dat is ruim voldoende om menig luidsprekertjes aan te sluiten. U kan dit bij ons komen beluisteren. We hebben een tijd de 2700 gehad. Qua vermogen is dat zo goed als identiek. En u zal merken, er komt een zeer mooie klank uit. Dus we hebben onze referentieluidsprekers, de bookshelf luidsprekers van MTC. Die laten een mooi laag horen, een correct laag. En deze versterker die kan dat perfect weergeven. Wat krijg je uit deze versterker? Of wat biedt hij aan? En dat is zowel interessant voor mensen die zeggen van kijk, ik wil een goede versterker en ik zou daarmee twee ruimtes willen voorzien van geluid. Dus niet zozeer voor home cinema, maar wij hebben wel. Ik had onlangs zo'n klant en die kwam bij mij en zegt, ja, zegt hem, ik heb 4 inbouwluidsprekers in mijn leefruimte, in de living. En dan heb ik er ook nog 2 in mijn keuken. En ik zoek daarvoor een versterker en ik heb hem dit toestel aangeraden. En ik heb hem dat uitgelegd. Ik zeg, kijk, in wezen is dat de eerste keuze voor zulke versterker iets voor een home cinematje te maken, op te stellen. Maar hij biedt dat ook aan. Heos Multiroom, daar is een applicatie voor, die kan je downloaden. En dan kan je dus zone 1 voor je leefruimte gebruiken en daar kan je 2, 4 of zelfs 5 luidsprekers laten afspelen. En dan moet je in de setup menu eenmaal, geef dat in, multi-channel stereo. Dus dan gaan al je luidsprekers, maximaal 5, die gaan dan geluid afgeven in de leefruimte. En dan voor zone 2, dus in dat geval in de keuken, kan je nog 1 paar luidsprekers op aansluiten. En dat is redelijk handig te bedienen. Voor de meeste mensen die wat mee zijn met applicaties en alles te bedienen via een smartphone. Je kan de Denon applicatie gratis downloaden. En dat wijst eigenlijk zijn eigen uit hoe je dat makkelijk kan bedienen. Hierbij laat ik u graag kennis maken met de applicatie die Denon aanbiedt, de Denon Remote app. Die kan je dus gratis downloaden op je smartphone.
En dan krijg je dit overzichtelijk menu te zien. Dus alles kan je raadplegen op de applicatie wat je op de originele remote vindt die bij is geleverd bij de Denon AV receiver de 2800. Dus je kan zien welke bron actief is, welke zone actief is, in welke geluidsmodus je afspeelt. En dan zie je in het groen opgelicht welke luidsprekers mee spelen. Overzichtelijk. En ook in het HEOS-menu kan je dat allemaal raadplegen. De eerste maal dat je dat HEOS-menu ziet, dat is voor de meeste mensen overzichtelijk. Maar je moet dat toch even je weg vinden voor dat allemaal vlot te bedienen. Hierbij laat ik u graag kennis maken met de HEOS-applicatie. Die kan je gratis downloaden op je smartphone of op je tablet. En dan krijg je dit overzichtelijk menu van HEOS. Je moet dat even gewoon worden, maar eens je dat kent, werkt dat vlotjes. Als je je favoriete internetradio's selecteert, kan je die saven. En dan kan je die saven onder de favorieten. Dus zo kan je tientallen muziekzenders in je favorietjes gaan saven. Wat je moet weten, dus hij biedt deze versterker, die biedt internetradio aan via het HEOS-menu of de HEOS-applicatie. En dan heb je dus nog DAB en DAB Plus en FM radio dat je kan raadplegen. En dan uiteraard, wat ik zelf gebruik het meeste, mijn applicatie van Apple Music. Je kan het uiteraard ook met Spotify, Tidal en Qobuz enzovoort. Kan je dus van je smartphone gaan streamen naar deze versterker. Deze antennetjes, dat dient dus ook voor de wifi en de bluetooth. Maar je kan hem uiteraard ook via een kabel aansluiten, via de netwerkconnectie. En dan heb je de meest stabiele verbinding. Dus zoals ik zei, ik zal u achteraan straks in detail tonen voor wat elke connectie dient. Dus voilà, u ziet het. Dat is toch redelijk overzichtelijk. Maar zoals ik zei, voor sommige mensen is dat, hoe moet ik dat allemaal gaan aansluiten? Als u zegt, ik zie dat echt niet zitten voor dat aan te sluiten. Wij hebben zo mensen die vragen ons, Kurt, kan u dat plaatsen? Dus wij kunnen dat plaatsen. Ik zeg erbij, de periode nu, dan spreek ik voor december, januari, is toch redelijk volzet voor van alles en nog wat. Dus die planning zit al vast. Dus u zal dan, als wij het moeten plaatsen, toch nog even geduld moeten hebben. Ja, het is de drukste periode van het jaar. Hè. Dat is december en ja, ook januari. Wat ga ik nog vertellen? Niet onbelangrijk, dat zijn de afmetingen. Want stel, u koopt dat toestel. Ja, u moet het toch kunnen plaatsen, dus vooral als u dat in een kast plaatst, hou dan rekening met de diepte. Maar dat is, deze AV-receiver is toch een van de meest ondiepe AV-receivers die je op de markt kan vinden. Als je vertrekt van vooraan aan de draaiknoppen hier, de volume en de selectieknop, dan moet je rekening houden tot achteraan een 341 mm, dus een goede 34 centimeter. Houd dan wel rekening als je dat plaatst. Dus u ziet het, als u, ja, u ziet de diepte hier, dus aan de connectoren, de luidsprekerterminals. Houd dan rekening, je luidsprekerkabel die kan je daar nog makkelijk insteken en dan dit knopje opendraaien terug toe, dus dat heeft niet meer diepte. Als je werkt met bananaplugs, dan moet je dat toch nog enkele centimeter bijrekenen. Maar vooral ook de stroomkabel en de HDMI-kabels, die nemen toch wel wat ruimte in, eventueel een kinchkabel. Dus reken daar een goede 6 à 7 centimeter bij en dan kom je zeker toe. Ik weet dat omdat wij een kast hebben die heeft een diepte van een 42 centimeter. Dus je kan er alles vlotjes in plaatsen. Dus de kabeltjes kun je dan mooi makkelijk pluggen en als er ook iets is, kan je daar nog makkelijk aan. Dus daar moeten we rekening mee houden. De hoogte, ook niet onbelangrijk. Als die antennetjes zo staan,
Nu, dat hangt een beetje af voor uw bereik natuurlijk, maar ik zeg het er gewoon een keer bij, de afmeting, dan is dat een 167 mm hoogte. Zie je? En als die antennetjes maximaal volledig verticaal omhoog staan, dan is dat 237 mm. Ja. Hier wil ik ook nog even de breedte van het toestel meegeven. En dat is 434 mm breedte. Dus breedte 434 mm. Dus zoals we zeiden, u kan daar een, zowel van stereo genieten in twee ruimtes, twee zones, multiroom. Maar uiteraard, in eerste instantie, is dit toestel bedoeld voor home cinema. En wat kan je daar allemaal op aansluiten? Dus in totaal 7 luidsprekers. En dan kan je daar een beetje mee gaan schikken. Dus dat wil zeggen, 7 luidsprekers kun je aansluiten voor de home cinema. En dat wil zeggen, ik geef u een voorbeeld. Zegt u, ik heb geen plaats voor bovenaan, dus in de hoogte, extra luidsprekers bij te plaatsen. Dan kan je ofwel, ik zal nu maar zeggen, 2. Ja, als dat niet meer mogelijk is, sluit je 2 luidsprekers aan en een subwoofer. Toch voor enig geluid van je televisie te ontvangen. Enfin, dat je het geluid van je tv kan doorgeven naar deze versterker en luisteren via luidsprekers. Goed bezig, Kurtje. En uiteraard, ideaal is minimaal 5 luidsprekers voor je home cinema. En dan kan je de 2 resterende ook gebruiken voor een multizone, dus een extra zone, zone 2. Zoals ik zei, voor die klant in de keuken, maar dat kan ook zijn de badkamer of terras of noem maar op. Maar je kan dus ook maximaal 7 luidsprekers inschakelen. En dat wil dus zeggen, 2 fronts, daartussen een center luidspreker, 2 surround luidsprekers. Dus laten we zeggen, op mijn positie waar ik hier zit, 2 surrounds. En dan nog 2 surrounds back, dus meer achter u. En dan heb je in totaal 7 luidsprekers die je maximaal kan aansluiten. Een mooie optie is wanneer u wilt luisteren met toch enig effect dat je zogezegd hoogtespeakers zou hebben, is de virtual mode inschakelen, zowel bij Dolby Atmos, is er daar een setting voor, en ook bij DTS:X. Dus in de virtual modus van deze beide surround formaten kan je doen alsof je hoogtespeakers hebt. Ik vind het eerder een mooie gadget. Het is niet, je mag daar ook niet het spectaculaire van verwachten. Het geeft enige ambiance. Maar natuurlijk, als je echt hoogteluidsprekers hebt, maakt dat toch wel een verschil. Maar enfin, de optie, het is mooi meegenomen, dus je kan ze altijd een keer uittesten. Nu, ideaal als je wil van Dolby Atmos genieten, dan biedt deze AV-receiver de mogelijkheid dat je 2, dus slechts 2, hoogtespeakers kan plaatsen. En dat is ofwel volledig in het voorste klankbeeld, dus in de verticale as kun je ze best plaatsen van je 2 frontluidsprekers, links en rechts. En dan kan je kiezen ofwel front height Atmos, Dolby Atmos speakers, tegen de wand. Als het kan, op een bepaalde hoogte, toch laten we zeggen een meter tot een meter en een half verwijderd van je frontluidsprekers. Kan je dat niet, zegt je, ja, ik zie dat niet zitten voor nog 2 extra luidsprekers daarboven tegen de muur te hangen. Dan kan je ook opteren voor inbouwluidsprekers, dus in-ceiling luidsprekers. En dan zal ik ook straks laten zien in de volgende fragmenten. Dan geef je dat in als top-middel luidspreker. En top-middel, dat betekent altijd dus dat je met 2 inbouwspeakers werkt in de plafond. En dan kan je ook genieten van Dolby Atmos. Nu, ik ga zeggen, alles hangt af een beetje ook van je zitpositie. Tot die top-middel luidsprekers, dus die Atmos luidsprekers. Zit je met een bepaalde afstand, is het ideaal. Wij verkopen die ook van het merk
speakerkraft, dus in-ceiling, dus inbouw plafondluidsprekers. Dat is de AIM 8 Profile reeks. En dat is het, daar zit het voordeel bij die serie, dat je de woofer ook kan roteren. Ja, dus woofer, middentonen kan je roteren, toch grotendeels naar je luisterpositie. En ook de tweeter kan je ook regelen. Dus hou daar rekening mee. Het is als je anders zou een inbouwspeaker zetten dat volledig naar beneden straalt, dan verlies je toch een klein beetje het effect. Er zal iets gebeuren, maar als je kan, met die speakers waarbij de woofer en de tweeter kan roteren, hou daar rekening met een minimale inbouwdiepte. Ze hebben verschillende formaten, vanaf een 11 à 12 centimeter diepte tot 15 centimeter diepte. Dus de grootste serie vraagt een goede 15 centimeter diepte en de kleinste, ik denk, een goede 12 centimeter. Dus de AIM 8 Profile reeks. Je hebt me niet vergist, dus je hebt een AIM 8, dat is de grootste, met een 20-inch woofer, 20 centimeter woofer. En dan heb je nog een AIM 7 reeks, dat is wat kleiner en minder diep, en zelfs nog een AIM 5. Dus dat is de kleinste, ook eigenlijk meest esthetisch verantwoord, valt het minste op. Dus met mooie profile grilletjes. Dus ze zijn zeer dun, je kan die overschilderen, dus dat valt bijna zo goed als niet op als die in de plafond steken. Dus we hebben de maten overlopen. Dus hij is voorzien voor alle nieuwste beeldformaten door te geven. En daarmee wil ik zeggen HDR, HDR10+, Plus, Dolby Vision, HLG, ga ze maar door. En dat wil zeggen, hij heeft een volledig nieuw HDMI-board, waarbij zowel, er zijn in totaal 6 HDMI-inputs en 2 HDMI-outputs. En 3 daarvan zijn goed voor 4K door te sluizen. En dan zijn er nog 3 HDMI-inputs waarbij je tot 8K kan doorgeven. Alles is voorzien voor de nieuwste HDCP door te geven, de versie 2.3, en de HDMI is versie 2.1. Er is ook niet onbelangrijk voor de, ik zal maar zeggen, de Netflix-fanaten. Je kan dat zien als je naar een Netflix-film kijkt of een serie, dat er daarbij Dolby Atmos voorzien is, dus Dolby Atmos geluid. En dan is het niet onbelangrijk dat je van je televisie met HDMI op de HDMI-output komt met EASC. Dus dat is Enhanced Audio Return Channel. En dat wil zeggen dat je ook die klank met Dolby Atmos kan doorgeven naar dit fantastisch beestje hier. En dat je zo van Dolby Atmos kan genieten als je een Netflix-film bekijkt. Als ik dan over Dolby Atmos spreek, wat dat ook zeer aangenaam is om naar te luisteren, ik kan u dat demonstreren, dat is Dolby Atmos muziek met Apple Music. De momenteel nog altijd de enige voorwaarde is dat je daar een Apple TV 4K, de laatste versie, voor in huis haalt. Goh, wat kost dat? Ik denk €200 of zoiets kost dat. Dus dat kan je ook, dat is een media player, je kan je op YouTube mee, je kan films kopen van, of huren bij Apple TV. Maar op die manier kan je van je Apple Music, momenteel kost dat abonnementje €11, dat is full CD kwaliteit of zelfs lossless audio. Wacht even mevrouw, ik ben juist even bezig, want we hebben benagedaan. Straks kom ik. Nee, straks kom ik. Straks, ja. Ja, kan gebeuren dat we een keer nog iemand hier aan de deur krijgen.
Want mijn vrouw is daarmee bezig nu. Waar was ik gebleven? Dus in verband met die Dolby Atmos Music. En dat je Apple TV nodig heeft daarvoor. Maar dat is echt tof om naar te luisteren. Want er zijn op, via Apple Music kan je vele Dolby Atmos liedjes vinden. Dus onder Spatial Audio kan je dat ook opzoeken. En dat is echt een unieke ervaring. Je beleeft die muziek op een andere manier. Dus je krijgt echt het gevoel dat je daar toch mee deel van uitmaakt. Gans dat gebeuren. Dus het is een andere ervaring dan bij stereo. Dus kom gerust een keer luisteren. Wij kunnen nu dat demonstreren in onze leefruimte. Dit was het Dolby Atmos verhaal. Dus hij is ook nog met van alles compatibel. Hij kan ook het Roam service aan. Bluetooth biedt hij ook aan. Dus je kan met een draadloze koptelefoon met Bluetooth op deze receiver connecteren. Dat je zegt van kijk, ik wil toch een bepaalde service niet beluisteren door mijn luidsprekers. Maar ik ga mijn koptelefoon een keer opzetten zodat ik niemand stoor. Had ik dat gezegd, interessant voor de gamers. Dus deze laat toe dat je een signaal, dus een videosignaal, van je, ik zal maar zeggen, PlayStation of andere gameconsole, met een 4K signaal op 120 Hz, dus dat is speciaal voor de gamers, kan je hier ook op connecteren. En dan kan je dat doorgeven optimaal naar je televisie of je beamer. Wat gaan we nog hierover zeggen? Ja, ik zie hier staan. Interessant voor de vinylliefhebbertjes. Je kan hier een platenspeler op aansluiten. Dus hij heeft daar een ingang voor met een fonovoorversterker ingang voor een platenspeler. Voilà, dat heb ik al gezegd. Gaan we nog iets vergeten of niet? Dus de verschillende surroundformaten hebben we gezegd. De maten heb ik gezegd. Ja, hier zie ik nog iets. Voilà. Dat is zeer interessant. Deze zelfklevende labeltjes. Dat is goed voor uw organisatie van de luidsprekerkabels. En dan kan je dat netjes over je luidsprekerkabel kleven. En dat is handig als je een keer iets moet aansluiten of deconnecteren bij een verhuis of een verandering of wat ook, dan kan je met deze labeltjes echt goed uit de voeten. Over de afstandsbediening, daar is eigenlijk niet veel over te zeggen. Dat is een gewone standaard afstandsbediening, zoals bij het vorige model. Je kan dus makkelijk je main zone selecteren en je zone 2. Dus dat is interessant voor de multiroom applicatie. En voor de rest, ja, overzichtelijk. Ja, de belettering is niet overdreven groot. Als het licht is, valt nog mee, kunnen we het lezen. In het donker wordt dat al wat moeilijker. Maar goed, uiteraard kan je nog altijd je applicatie, dus je Denon remote applicatie raadplegen. En dat is ook wel een overzichtelijk menu. Ik heb het ook gezien voor in de multiroom te gebruiken, valt dat ook goed mee. Als we dan nog zien, dat ik het niet vergeet, dus deze AV receiver, deze heeft ook een Heos aan boord. En Heos is de multiroom applicatie. Dat is eigenlijk de concurrent, mogen we zeggen, van Sonos. Dus die heeft, laten we zeggen, één Heos aan boord. En dan kan je dat uitbreiden met losstaande actieve luidsprekers van Heos, dus Denon Heos. En dan kan je daarmee een multiroom gaan creëren in verschillende zones. Je kan verschillende bronnen afspelen, ik zal nu maar zeggen, in ruimte 1, in je leefruimte. Speel je internetradio af en dan in de, ik kan maar zeggen, in de keuken heb je een cd-speler of een platenspeler, kan je dat ook gaan daar apart, dus het een van het ander gescheiden houden en dus dat ieder zijn muziek heeft. Je kan het ook gaan mixen, dus één bron,
dat je zegt in de leefruimte op volume, ik zal het maar zeggen 50, en in de keuken op volume 60. Dus je kan het allemaal apart. En dat is een overzichtelijk menu. Je kan elk balkje raadplegen betreffende het volume. Voilà, dat is dit gezegd zijnde dus van de EHEOS-applicatie. Ook het vorige model en dit nieuwe model heeft een Watt Hi-Fi 5-star award gekregen. Dat zijn toch niet van de minste, dat wil toch iets zeggen. En ik kan me dat wel inbeelden, dus in de prijsklasse, hij kost advies een goede 1000 euro, heeft die versterker echt wel veel aan boord en is voor de meeste mensen ideaal, omdat ze ook niet meer hoeven te hebben. Dus een echte home cinema liefhebber, die zal eerder gaan naar een zwaardere versterker, want dan kan je nog meer luidsprekers aansluiten voor Dolby Atmos. Eigenlijk de echte Dolby Atmos, moet je dat er wel bij zeggen, dat is als je minimaal met 4 hoogtespeakers kan werken. Dus zowel in de front als in de rear, dus een beetje achter u of net boven u, dan heb je de full Dolby Atmos. Maar voor mensen die zeggen, voor mij is dat een keer voor sporadisch te gebruiken, ik ben daar geen maniak in, is dat voor de meeste mensen voldoende. Zijn we nog iets vergeten, Kurt van der Velde? Ja, we hebben gezegd, de Denon applicatie, de remote applicatie, kan je ook gratis downloaden. En je kan, ik ga eerlijk zeggen, bij mij lukt dat ook niet zo goed. Daar is nog werk aan, denk ik. Dat is dat je dat toestelletje met je stem kan bedienen via verschillende toepassingen. Wat is dat hier? Amazon en dan nog Hey Google. En dat is hier Amazon Alexa. Maar je zal toch, ik ben er 100% zeker van, dat je toch een keer een paar keren zal moeten herhalen. Zeg manneke, doe een keer hè, het volume luider, of dit, of dat, of noem maar op. Dus ik vind nog altijd het veiligste via de old fashioned way, de remote controle, of zelfs op het toestel, of via de applicatie, de Denon Remote. Voor de zekerheid een keer kijken, zijn we nog iets vergeten of niet? De voice control hebben we gehad. Ja, dat zal ik straks ook nog aantonen in de verdere fragmenten. En dat vind ik wel, laten we zeggen, dit is eerder voor de mensen die zich daar toch wat meer in interesseren. En dat is het volgende. Je connecteert je luidsprekers. Dus als je begint met de setup, alle luidsprekers zijn geconnecteerd hierop. En dan kan je één die manueel gaan instellen. Dus daarmee bedoel ik de afstanden van elke luidspreker ten opzichte van je luisterpositie. Dan kan je nog de levels gaan instellen en ook nog de frequenties. Dus als je luidsprekers hebt die maximaal tot 80 hertz kunnen weergeven of 60 hertz, stel je dat best op die manier in. En al de rest, als je dan met een actieve subwoofer werkt, gaat al de rest vanaf 60 of 80 hertz naar die actieve subwoofer. Dat is één, dus manuele instelling. Maar dan is er ook nog iets, de Audacy afstelling. Dus dan gebeurt alles via deze microfoon. Dat moet je ook maar eenmaal doen. Je sluit dat aan, een kabeltje, hier vooraan het toestel. Moet dat inpluggen. Maar ik zeg het, de menu is echt overzichtelijk. Een nieuwe interface trouwens. Full HD, hoogt zeer scherp en overzichtelijk. En dan plug je dat kabeltje daar vooraan in van deze microfoon. En dan gaat hij verschillende vragen stellen wat je moet doen. Dan doe je dat en dan uiteindelijk gaat hij alles correct gaan afstellen. Dus afstanden, levels, roomcorrecties past dat toe en van alles en nog wat. En dan kan je dat zowel je manuele setup dat je hebt ingegeven, alles manueel, ga je saven onder preset 1 en dan heb je nog een preset 2 en daarop ga je dus je Audacy calibratie gaan saven. Ja? En dan is het een keer tof voor een keer te vergelijken wat biedt preset 1 met de manuele afstelling en wat biedt preset 2 met deze microfoon Audacy afstelling. Dan zou je kunnen zeggen, weet je, ik ga
Ik vind mijn Odyssey toch wel het beste. Ik ga dat meestal gebruiken. En dan heb je nog de mogelijkheid, dat ik geef er gewoon een keer als tip mee. Stel, u heeft die, het beste is dat je de Odyssey-afstelling doet als je gordijnen hebt. Het kan zijn mensen die geen gordijnen hebben. Maar stel je hebt gordijnen, doe dan de eerste Odyssey-afstelling met de gordijnen open. En dan ga je een keer alles terug gaan meten. Het is niet zoveel werk. Met de gordijnen toe. Dus een tweede Odyssey-afstelling met de gordijntjes toe. En dan kun je bijvoorbeeld behoud preset 2 voor de eerste afstelling. En dan kan je terug gaan saven de nieuwe Odyssey-afstelling met de gordijntjes toe onder preset 1. Want dan heb je hebt toch een andere akoestiek. Dus hij gaat sowieso dat anders gaan opmeten. En dan kan je ook een keer die twee zaken, resultaten vergelijken. Maar dan gaat hij dus alles weer optimaal gaan afstellen voor de twee situaties met de gordijntjes toe of met de gordijntjes open. Voilà. Dus daarom vind ik, dit is wel een interessante gadget, die twee presets voor die luidsprekerinstellingen. En dat was bij het vorige model was dat niet. Voilà. Dus ik denk dat we hier alles hebben overlopen. Ja, er is, laten we zeggen, technisch gezien is er een afstelling voor één subwoofer. Dus wanneer je met zowel manueel als met Odyssey gaat afstellen, zal je zien, hij biedt één subwoofer afstelling aan. Maar je kan twee subwoofers aansluiten. Maar je kan ze niet apart gaan instellen of afregelen. Dus wanneer je toch met twee subwoofers werkt, kan je hierop aansluiten. Dus zet die tegelijk aan bij de afstelling met Odyssey, met de microfoon, zal hij vragen, zet je volume op ongeveer op het midden, dus je volume aan je subwoofer zelf, dus de volumeknop. Dus zet dan één of beide subwoofers in het midden, de stand in het midden van de volumeknop. En wat moeten we dan doen? Ja, dan gaat hij een vraag stellen. U zal dat zien op het display. Dat hij zegt van kijk, zet uw volume wat minder of wat harder. Hij moet ergens tussen een zone vallen. En meestal is dat een 75 dB. Ja, en daarop moet de waarde vallen. Je zal dat zien, dat verschijnt in een groene zone. Alles eronder of erboven, het kan ook te hard staan, verschijnt in de rode zone. Dus zorg ervoor dat hij in de groene zone staat. En dan gaat hij dat optimaal gaan instellen met de Odyssey. Nog een boterham, hè. Maar ja, moet het maar één keer zeggen, dus u kan altijd deze video raadplegen. Uiteraard kan u altijd, moet zeggen, ik doe het ook soms dat ik toch een keer een klein beetje wil bijgeven qua volume voor de subwoofer. Dus dat is altijd nog iets persoonlijk, dat het zo wat, ja, een beetje vettiger mag klinken, een beetje meer doordrongen. Maar ik zeg erbij, dat hangt af van de kwaliteit van je subwoofer. Zie je? Dat kan je ook bij ons altijd voor terecht, voor advies voor de subwoofer. Aankoop en noem maar op. Wij hebben onder andere het merk SVS staan. Zeer populair. Wij hebben ook het merk Earthcake. Is eerder geschikt voor, ook voor home cinema uiteraard. Maar die presteert enorm goed in stereo. Speelt zo wat sneller, wat correcter, wat iets doordrongen, maar dan puur voor stereo. Bij home cinema is het allemaal meer het theatraal, dus echt zo, ja, die, ja, een beetje die, goh, echt vettige bas mag ik het niet noemen, maar het is, je voelt dat het echt, ja, het is echt aanweziger, die zwaar doordrongen laagweergave. Maar op zich heeft het natuurlijk wel iets, het is, ja, zoals we zeggen, home theater, dus dat mag wel, zo'n fond krijgen, dus van de subwoofer. Dames en heren, ik denk dat ik alles heb gemeld. Zijn er nog vragen? U kan mij bereiken op ons telefoon 0477-840-893 ofwel 09-355-8014. Dank u altijd voor het subscriben. Thank you to subscribe. Dank u wel voor het abonneren op onze Dovel TV. Dat is altijd meegenomen. Dank u, dank u, dank u. Bent u geïnteresseerd? Hij staat
klaar voor te demonstreren. U bent altijd welkom op afspraak. We zijn gelegen te Destelbergen. Dat is niet ver van de afrit R4 in Destelbergen. Vanaf de afrit is het nog een minuutje en een half rijden. Er is altijd parking en u bent altijd welkom. Uw koffie staat al klaar. Dat taartje, dat gaan we nog zien. Hè? Dat moet ik vragen aan mijn vrouw. Ja, zij kan goed cakesjes bakken. Ja, cakesjes, dat is juist. Ria kan goed cakesjes bakken. Dus nog veel kijkgenot met de volgende fragmentjes. See you next time. Bye bye. Salut gezé. Dag. Hier zie je de achterkant van de Denon AV receiver, de AVRX 2800 hash DAB. Dus hij is klaar voor DAB plus radio te ontvangen als ook FM. En dat gebeurt door middel van deze los bijgeleverde antenne. Deze connector die sluit je hierop aan. Dan is het tijd om even de luidspreker aansluitingen te overlopen. In totaal kan je 7 luidsprekers aansluiten. 7 luidsprekers voor je home cinema, dus inclusief surround back luidsprekers. Dus die bevinden zich meestal achter de zetel. Maar je kan ook kiezen voor de optie om deze in te schakelen als front high luidsprekers, dus voor Dolby Atmos. Of eventueel ook in te stellen, dat zal je zien in het luidspreker setup menu, deze ook in te stellen als top middel luidspreker. En daarbij maak je gebruik van inbouwluidsprekers in de plafond. Voilà, dus inceiling, inbouwluidsprekers voor in de plafond, top middel. Maak je nu bijvoorbeeld enkel gebruik van 5 luidsprekers in je home cinema, kan je deze 2 luidsprekers ook gaan inschakelen, niet voor de surround, niet voor de Dolby Atmos, maar wel voor zone 2. Dus voor multiroom zone 2 kan je deze ook gebruiken. Moest je ze toch allemaal gebruiken voor je home cinema, dus zowel voor surround back als Dolby Atmos, kan je toch nog zone 2 gaan gebruiken, maar dan moet je dat gaan inschakelen via een aparte eindversterker. Dus je ziet het, zone 2, dat bevindt zich hierboven center, deze aansluitingen, dat is een line output en dat sluit je aan op een extra eindversterker. En zo kan je ook toch genieten van een volledige surround met 7 luidsprekers en dan een actief versterkte zone 2. Een voorbeeld, je kan je luidsprekerkabels aansluiten via deze bananaplugs van Supra. Dat zijn echt de beste prijskwaliteit, wij gebruiken ze voor al onze toepassingen. Dit is een speciale kabel, de Supra Ply 3.4S. En daar is een grondkabeltje bij en dat is ook interessant. Dat kan je op deze ground aansluiting voilà, bevestigen. Ziet u? In normale omstandigheden zou ik zeggen, je hoeft dat niet te gebruiken, want dit is eigenlijk een te dure kabel in verhouding van deze Denon AV receiver, de 2800. Maar we laten toch een keer het voorbeeld zien dat het kan. De audio ingangen en uitgangen, deze inputs, TV audio en CD, dat zijn optische inputs, digitale inputs. Dan nog onze analoge inputs. Hier, deze hier, interessant voor de vinylliefhebbers, een Phono MM input. Die cable satellite, media player, auxiliair 1 en CD. En dan hebben we ook nog 2 outputs voor een actieve subwoofer aan te sluiten. Altijd interessant voor je home cinema. Zo komt hij echt tot zijn recht. Ook zeer interessant zijn deze zelfklevende labeltjes. Die zijn bijgeleverd om op je luidsprekerkabel te plakken rondom de kabel. En dat is altijd makkelijk om achteraf, als je iets terug moet aansluiten, of als je de eerste maal iets aansluit, dat het overzichtelijk is en dat je je niet kan missen. Deze AV-receiver netwerk is te bedienen via een kabel, dus via de network aansluiting, maar ook via wifi. Dit zijn de wifi Bluetooth antennetjes.
En dan de HDMI-inputs en de outputs. Interessant, bij deze is nu, er zijn 3 HDMI-inputs klaar om 4K binnen te trekken. Maar ook zijn er nu 3 HDMI-inputs voor 8K binnen te trekken. Ziet u? En dan 2 HDMI-outputs, 8K. En ook met EARC. Zeer interessant. Dus u kan zowel bijvoorbeeld een televisie aansluiten als een projector, een beamer. Als je gameconsole 4K op 120 Hz kan weergeven, sluit je deze hier best op aan. Dus op deze input HDMI waarbij game staat. Voilà. En uiteraard, zonder voeding kan het feestje niet doorgaan. Hierop sluit je de stroomstekker aan. AC in. De voorkant van de AV-receiver, de Source Select knop, de volume knop. Hier ook nog een aantal toetsen. Maar uiteraard ga je gebruik maken van deze bijgeleverde afstandsbediening. Interessant om te weten is deze USB-input. Hierop kan je een USB-stick aansluiten en kan je ook genieten van high-resolution audio. Hier vooraan nog een aansluiting voor een koptelefoon, bedraad dan. Maar je kan ook draadloos je koptelefoon gaan connecteren via deze AV-receiver via Bluetooth. Dan wil ik met u nog graag even deze sticker overlopen. Ziezo. Het aansluiten van deze Audacy-microfoon gebeurt via deze input. Setup mic. Deze vernieuwde interface is klaar en overzichtelijk bij deze nieuwe Denon AVRX 2800 HDAB. En daar kan je onder andere je luidspreker setup ingeven. Dus wanneer je wil genieten van Dolby Atmos, het zij een halve Dolby Atmos, want voor Dolby Atmos heb je ook echter rear height speakers nodig. Maar het is toch al mooi dat je in je front kan werken met Dolby Atmos front height luidsprekers. Dus die ziet u hier bovenaan het scherm, de front height luidsprekers. Die kan je tegen de muur plaatsen. Dus in totaal werken we dan met 7 luidsprekers en een subwoofer. Indien je geen front height luidsprekers kan plaatsen, dan kan je ook met inbouwluidsprekers werken. Dus u ziet ze ook bovenaan het scherm, de inbouwluidsprekers. Maar die zijn wel wat verwijderd van het scherm, dus eigenlijk of van de muur. En dat noemt men dan top-middelluidsprekers. Voilà. Ideaal is dat je dan ook met inbouwluidsprekers werkt, waarbij je de conus, dus de woofer, ook kan kantelen naar je luisterposities. Dus woofer en tweeter, als je werkt met top, middel, inbouwluidsprekers. Dat zijn ze dus, hè. Voilà. Kan je geen hoogtespeakers plaatsen, dus zowel geen plafond inbouwluidsprekers of geen hoogtespeakers aan de wand waar ook de frontluidsprekers staan, dan kan je wel, indien je daar de mogelijkheid voor heeft, de extra surroundback luidsprekers plaatsen. En dat zijn de die hier. Dus achter de surround back luidsprekers. Voor een goede, ideale surround weergave moet je nog de luidsprekers gaan instellen. En daarmee wil ik zeggen, met instellen het aangeven van de afstand van de luidspreker tot de luisterpositie. Je kan ook eventueel levels gaan verhogen of verlagen per luidspreker. Als ook de frequentie gaan aangeven dat de luidspreker kan weergeven. Bijvoorbeeld tot 80 Hz voor alle luidsprekers. En dan onder de 80 Hz gaat alles naar je subwoofer. Dit is allemaal manueel in te stellen, maar je kan ook gebruik maken van de Audacy-calibratie. Dus bij de AV-receiver is deze microfoon bijgeleverd, als ook
het kartonnen statiefje. En dan stel je die op aan de luisterpositie. En dan ga je metingen doen. Dus dan, en dan zal Audacy automatisch een ruimtecorrectie toepassen. Alle afstanden worden automatisch ingesteld. Dus de afstand van de luidspreker tot de luisterpositie. Als ook de levels toepassen. Dus een volledige equalizing toepassen. En dat doe je dus met deze luidsprekercalibratie. De bijgeleverde Bluetooth wifi antennetjes die sluit je aan links en rechts bovenaan het toestel, dus achteraan de AV-receiver. Een zeer handig nieuwe tool bij deze AVRX 2800, dat is de luidspreker preset. En dan heb je een preset 1 en een preset 2. Bijvoorbeeld luidspreker preset 1. Daarin ga je alles gaan saven dat je manueel hebt ingegeven. Dus de luidsprekerpositie, de afstanden, de levels eventueel en de frequentiebepalingen. En dan in luidspreker preset 2 kan je opslaan wat je hebt, het resultaat dat je hebt bekomen met de Audacy microfoon. Dus waarmee alles automatisch wordt afgeregeld, dat ga je dan opslaan, voilà, in luidspreker preset 2. Dat is toch wel handig. Voilà. Dan ga je naar luidspreker preset 2. En dan kan je een keer gaan vergelijken wat het zegt, manueel afgesteld of met de microfoon afgesteld, met de Audacy microfoon. Je kan daarvoor ook de betalende app gebruiken. Wij gebruiken dat omdat dat handig is, omdat wij met meerdere versterkers zitten. Dus wij hebben een tiental configuraties en op een goede minuut is alles dan perfect terug ingesteld. Hetgeen in je geheugen staat dan, voilà, kan je dan meteen doorgeven naar je AV-receiver. Bijvoorbeeld kunnen we ook een luidspreker preset 1 gebruiken voor een instelling, een setup waarbij in je ruimte de gordijnen open zijn. En dan luidspreker preset 2, waarbij de gordijntjes toe zijn. Dat zorgt toch voor een andere omgeving, een andere akoestiek. En dan zullen toch een aantal zaken anders worden ingeregeld, ingesteld, als je met deze microfoon te werk gaat, dus met de microfoon Audacy. Met deze AVRX 2800 kan je in totaal 2 zones gaan beluisteren. Dus bijvoorbeeld in je leefruimte en je keuken of je badkamer. Nu, zeer belangrijk, wij maken hier reeds gebruik van meerdere aansluitingen op onze AV-receiver en hij is volzet. Er zijn reeds 7 luidsprekers op aangesloten, plus een baskast. En dan kan je zone 2 wel gaan activeren, maar dat moet via een extra eindversterker. Dus dan moet je kinch-kabeltjes gebruiken op de pre-outs van de AV-receiver en dat zo doorlussen naar een apart versterkertje. Moesten wij maar gebruik maken van 5 luidsprekers in plaats van 7, dan kan dat wel. Dan hoef je niet via een extra versterker te gaan werken, maar dan kan je ook met de AVRX 2800 alles gaan aansluiten. Zowel zone 1 als zone 2. Maar dus niet onbelangrijk, kan je maar 5 luidsprekers opstellen in je hoofdruimte en dan extra 2 luidsprekers in zone 2. Ook zeer handig is deze zone 2 setup, waarbij je nog een keer alles individueel kan gaan instellen. Dat vind ik zeer interessant. Ja, het zou soms kunnen dat de linker luidspreker veel verder is verwijderd van je luisterpositie als de rechter. En dan ook het volumelimiet, dat is ook niet onbelangrijk. Dat in één keer niet alles keihard begint te spelen, zeer interessant.